Goedemiddag, beste mensen. Ik ben een half jaar geleden hier binnengelopen met de intentie om hier vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat eruit bestaat om te luisteren naar mensen, te communiceren en interesse te tonen in hun thema's. We kunnen een ei kwijt en dat is me goed gelukt. In het begin had ik er echt moeite mee om mensen te benaderen. Maar ik ben over die drempel gestapt. Die is inmiddels heel laag geworden. Sterker nog, er is helemaal geen drempel meer. Ik heb een hoop zelfvertrouwen opgebouwd voor mezelf. Dat ik de mensen zonder blikken of blozen, klinkt een beetje vreemd misschien. Omdat mijn visuele beperking natuurlijk ook uitdrukkelijk aanwezig is. Maar toch, desondanks, functioneer ik gewoon als iemand die kan zien. Ik kijk de mensen aan als ik tegen hen praat en daar blijkt dus uit dat ik geïnteresseerd ben in mensen. En ook in hun onderwerp, wat ze aansnijden. Ze kunnen een ei kwijt. En andersom natuurlijk ook. Ik kan beter communiceren dan een half jaar geleden. En ik ga er binnenkort een taak bij nemen. Ik heb een eigen initiatief genomen en dat is een website op te bouwen en ik studeer ook nog juridisch administratief dienstverlener op mbo niveau. Daar ga ik nu praktijkervaringen op doen. Ik mag nu mensen gaan helpen met een juridisch probleem en die taak ga ik erbij nemen. Zowel thuis een praktijkje opzetten als hier gedeeltelijk. En dat is zo'n beetje. En ik wil hier nog graag blijven komen. Het bevalt me heel goed. Ik doe het heel graag, met heel veel plezier. En zeker als ik andere mensen kan helpen en een luisterend oor bieden.